Schoenen broek maken. Oh, Javy is op zaterdag 14 maart geboren om 8 minuten over 1:30. Ja, ik wist wel meteen dat ik een tatoeage wilde voor onze kleine man. Om dat toch te vereeuwigen op je lichaam. Het is toch echt iets van jezelf. Waar je gewoon hartstikke trots op bent. En dat was voor mij wel meteen duidelijk dat ik dat wilde. Hey Henny, hey, goedemorgen. Hey jongen, alles goed? Ja, zeker. Mooi man. Met jou ook? Ja, zeker. Hey. Hey, ik heb de tekening, heb ik klaar. Kijk aan. Ja, ik vond het wel mooi om de tijd dat Javy geboren is te symboliseren en vast te laten leggen. Dus iets van een klok of een... Ja. Ja. Ik wil wel iets met de tijd. We hebben echt een ziekenhuistraject gehad en daar zijn we denk ik wel 1,5 jaar, 2 jaar mee bezig geweest. Ja. We zouden eigenlijk het IVF-traject ingaan, maar bij de allerlaatste behandeling is Sarik zwanger geworden van Javy. En we wisten het ook eigenlijk al heel vroeg, na 4, 5 weken wisten we het al. Hè. Ja. Ik wist eigenlijk voor de geboorte van onze kleine man dat ik een tatoeage wou laten zetten. Ik was niet verbaasd dat Danny er eentje wilde. Danny heeft er zoveel en meerdere bijzondere momenten in ons leven laten vereeuwigen op zijn lichaam. Dus dat hij een tatoeage wilde, daar was ik niet verbaasd over. En het verhaal erachter bij jou is natuurlijk wel helemaal mooi. Hè? Toen mijn zoon geboren werd, het eerste wat ik gedaan heb, is de naam op mijn arm geknald. En toen mijn dochter geboren werd, is ook het eerste wat ik gedaan heb, is mijn naam erop geknald. Dat er weer eigenlijk wel een keer of 4, 5 per maand toch wel unieke dingen zo, wat te maken heeft, direct, indirect, met geboortes van kinderen. Maar helaas ook de andere kant van de medaille. Dat kinderen sterven of niet eens fatsoenlijk geboren worden. En dat komt helaas vaker voor als de vreugdekant, zeg maar. Ja, helemaal super. Het is gewoon zo eigen en van jezelf. Er zijn eigenlijk gewoon geen woorden voor. Mooi man. Dankjewel. Alsjeblieft.